kan dat, Fie? Ja, kereltje. Ja, mijn kereltje. Ja, dan is dat vrouwtje zo meteen hier al even aan het werk. Ja. Ja, het is rot weer. Het is bagger weer. Ach, ja. Ik moet het even open doen. Een hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn we gewoon weer bij aanbeland. En het is vandaag alweer reeds maandag. En het is de 21ste van de 11e 2022. En we leven op de tijd van 10:39. Ja, en de wacht is weer op Wilma. Ja, ik weet nog steeds, ik ken dat nog niet helpen, ik ken dat nog niet onthouden, hè. Dan moet je weer zo aan wennen dan. En ik had er ook al een appje gestuurd van hoe laat ze komt, maar ook daar heb ik nog geen antwoord van. Nee, wel van iemand anders, maar dat komt zometeen wel. Het is grijs, grauw, triest weer, we krijgen ook nog regen, tenminste dat gaat buienalarm door. Maar ja, de meisjes zijn net in de tuin geweest, dus ze kunnen wel even wachten voordat ik met die loop. Oh, daar gaat de deur gelopen. Dat is al. Ik zeg het, maar weer. Kan dat, Fie? Ja, kereltje. Ja, mijn kereltje. Ja, en dan is dat vrouwtje zo meteen hier al even aan het werk. Ja! Ja, het is rot weer. Het is bagger weer. Dan weer regen, dan weer droog. Hé? En waar zijn de dames? Nou, die zijn daar. Ja. Oeh, wat heb jij een grote neus? Wow. Nou, Wilma, die is boven druk bezig. Ik heb ook al het een en ander geholpen. Ik heb hier een schoon laken op de bank gedaan en een schoon laken in de mand gedaan. Ja, dat gaat ook allemaal door. En dan moet ik die mat nog opruimen. En ik ga in de keuken zo meteen aan de gang, want daar ziet het er ook niet uit. En die tafel, nou ja, morgen nog een dag. Ik moet ook eigenlijk nog weg, want ja, zoals jullie weten... Oh nee, ik weet niet. Ja, dat weten jullie al wel. Mijn roze bal, die is kadoek. Zoals die groene. Deze. Hing aan de andere kant in het roze, weten jullie nog? Ja, nou, hoe kijken we Action of ze daar nog zijn. Nou... Een mooie crisisboom. Doen we dat even buiten? Hallo? Hallo? Kom, naar buiten. Naar buiten. Ik wil dat nou niet hebben. Naar buiten. Dat is één. Jij ook? Naar buiten. Hé, hey, naar buiten, kom. Wat wil je? En dat is Rijka natuurlijk weer, die stout is. Moet die naar buiten? Nee, die niet. Het gaat mij om deze dame. Die er gekleurd op staat. En niet luistert. Wel in huis donderjagen. Terwijl ik dat momenteel even niet wil. En die wil ook alweer naar binnen. Je denkt erom. Moet jij weer naar binnen ramen? Zo.
Komt u maar. En voorzichtig! Kan het dan? Zo, lieve vrienden, dat ben ik weer even. Ja, mijn accu was helaas vol. Ja, die was vol. Dus ja, daar kan je ophouden. Het maakt niet uit. Ik bedoel, we zijn er weer en ik heb alles weer geleegd. En terwijl ik aan het leeg was, ben ik ook in de keuken bezig geweest. Die is aan één kant ook weer schoon. De afwas die wordt gedraaid en gedaan. Dat ligt ontdooien. Die kant moet nog schoongemaakt worden. Die is nog vieze vet. Maar ik moet eerst met die dames gaan lopen. En ik moet eigenlijk naar de action toe. Moeilijke ding. Ja, wat moet je dan? Moet je dan? Hé, wat moet je dan? Hé? Dus ja, dat moet eigenlijk even gedaan worden. En ik moet eigenlijk ook nog wat boodschapjes doen. Dus daar gaan we eerst even voor kijken. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag. Ondanks het grijze, grauwe, koude rotweer. Het was hier net 4 graden, maar het gevoel is 1 graden. Dus ja, die kan trouwens ook gesloten worden. Zo. Dus ja, fijn weer is het niet. En ik zit met mijn telefoon te hangen, want ja, ik heb iets verkeerds gedaan. En nou is de instellingen is veranderd, tenminste. Ik had hem met rood en wit achtergrond. Omdat ik gekke brood ben, hakken mijn brood. Alles, toetsenbord van als ik in mijn wat is, was rood, weet je. En dan met witte lettertjes. Maar dat is allemaal foetsie, het is nou zwart en geel en weet ik veel wat. Ik kan niet weten. En dus... Ja, heel raar allemaal, maar het is niet anders. Maar als ik haar deden. Ja, en mijn pictogrammen, hoe noem je dat? Die zijn allemaal weer standaard. Ik wil weer terug, die rode, maar ik weet niet meer hoe ik dat had. Ja, ik weet het niet meer. Het is zo bizar. Hoe krijg ik het weer rood? Nou, dat weet ik allemaal niet meer. Ach, ja. Ik moet het even open doen. Ik vind jullie zo stout. Heel erg stout. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom dan, Fie. Je schat. Hé. Stoute hondjes. Ja. Vind jullie niet lief? Allebei niet. Ja. Om zo tekeer te gaan. Dan kunnen de mensen gelijk zien hoe stout jullie kunnen wezen. Tekeer gaan om anderhalf uur. Wat is dat nou? Is je toch niet lief? Het is anderhalf uur maar. Ja,
Wat dikkie. Dan kunnen die grote die ook nog zo aankijken. Weet toch niks? Ja, ook blaffen. Wat kan dan of je verschrok? Wat dikkie. Maar in ieder geval, ja, ik was dus met mijn telefoon bezig. Ik weet het allemaal niet hoor, maar het zal goed wezen. Ik weet het echt niet wat er aan de hand is. Wat ik misdaan heb. Of... Ik weet het niet. Waar vind je die dingetjes? Die... Waar je, ah ja. Het is nou standaard en ik wil dat standaard weg hebben, weet je. Ik wil gewoon mijn eigen knoppen hebben. En ik weet echt niet meer hoe ik dat deed. Ja, en dit was rood. Die balken waar dat, die witte letters in staan, dat was rood. Nou, dat is niet rood meer. Ik wil dat rood hebben. Ja, witte achtergrond en dan rood. En ja, ik vind dit zo absurd. Ik weet bij hoog en belaag niet meer wat ik, hoe ik het gedaan heb. Ik weet het. Hier ook. Toetsenbord. Nou, ik had het geel met wit. Nee, rood met wit. Het is zwart-geel. Hoeft voor mij niet. Ik weet het even niet meer. Toetsenbord kleur, wacht even. Geen resultaat gevonden. Wat verdik je. Toetsenbord kleur. Nee. Resetten. Wie weet. Nee, ja, dan krijg je standaard instellingen. Toetsen. Ja. Wat verdik je me. Oeh, ik weet het allemaal niet meer. Ik weet het niet meer. Nou. Nee hoor. Wat ik wel weer wit heb, dat is dit. Ook dat was zwart. Nou, ik heb zo'n hekel aan dat donkere. Dat, ik moet gewoon licht hebben. Dit is zo bizar. Nou ja. Maar ja, hoe krijg ik mijn eigen dingetjes weer terug? Ja. Moet weer rood worden. Ja. Wat betekent nou weer opstellen? Weet ik ook niet. Nou, nee, het zal. Ik weet het allemaal niet. Het komt wel weer goed. Ik zal het wel eens even aan Karin vragen hoe het ook alweer moet. Ik weet het niet meer. Ik heb het jaren heb ik het rood. Omdat ik rood wil. Op iedere telefoon rood. Het is pleitiosdio. Ja. Yeah. Dus, nou ja, het komt allemaal wel weer goed. Mag ik hopen. En anders bezoeken het op. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ze. Ik ga met die meiden lopen. En daarna ga ik even de hort op. Ik zou zeggen, tot later. Zo, daar waren we weer. Ja, daar waren we weer. Ik ben naar de exje geweest. Ja, weg met je neus. Weg met die neus. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Ik kreeg maar één papiertje om hem in te pakken. Ik denk, ja, dat is mijn te weinig, terwijl ik ook boodschappen moet doen, weet je. Dus ik heb zelf een paar meer gepakt. Een heleboel meer. Maar we hebben hem. Mooi, hè? Ik vind hem zo mooi. Echt zo mooi. Ja. Nou, daar leg ik nog meer van het papier. Ik leg hem daarop. En dan ligt hij een beetje klein. En dan kan er niks mee gebeuren.
En nou, hier zat hij in, maar ik heb nog een aantal, heleboel velletjes. Ja, heleboel. Dus ja, komt mij wel uit. Zo. Hup, even dubbel vouwen. En ik ben even naar de Vodafone-winkel geweest. Ja, ze zijn samengegaan. Ook dat van de tv, hoe heet dat? Ik weet het nog, ik vergeet het altijd. Ja, en ik ben nog wat vergeten. Multivitamine, nou ja, pech. Maar ik ben bij de Voda geweest vanwege... Ik heb het allemaal weer terug, ja. Enkel, daar mag het ook wel weer weg, maar dat, ik weet hoe dat moet, maar mijn betons die zijn er ook weer. Kijk. Ja, daar ben ik blij mee. Het heet een thema. Dus ja, nou weet ik wat zoeken moet, maar er is er ook eentje die wil binnenkomen, dus die zullen we er even in laten. Zo, meneertje ongeduld. Hé, meneertje ongeduld. Ja? Ja? Dus ja, daar ben ik gewoon super blij mee. En nou ja, ik heb een tas vol met boodschappen mee. Ja. Ja? Oh ja, is het zo. Dus ja, en er zit ook nog ergens een bounty tussen, die hekken even tussen gegooid. Nou, moet je niet verder zakken, kom hier. Die heb ik lekker voor zometeen bij een bakje koffie. Wat staat hier dan weer op de loop-app? Wegwezen. Dus ja, ik ga lekker een bakje koffie doen en de tas uitpakken en opruimen. Bounty opeten, ik heb nog wat gekocht, ik ben bij... Praxis geweest. En ik vroeg naar secondenlijn en ze liep er naartoe, maar ze wou eerst een bisonkip pakken. Ik denk, nee, want die keek bij de supermarkt ook al en dat is water gelijk. En dan sta je nog 5 minuten met je vinger erop te drukken. Ik denk, nee, dat moet niet. Moet die mini-tubetjes hebben en ja, voilà. Maar ze zijn duur? Ach, nog wat. Ja, maar dan heel wat. Maar dan vraag ik me af aan iemand. En ik weet niet of ze mij nog volgt. Ze deed het af en toe iets, maar toen werkte ze hier nog. Mijn huishoudelijke hulp Astrid. En niet mijn geweeste vriendin, nee, een andere Astrid. Ja. Daar, die had ook eens een keer zo'n kaartje met van die 3 tubetjes. En nou heb ik daar de laatste van opgemaakt. Tenminste, er zit nog een drupje in misschien. Maar in ieder geval, daar was ik gisteren nog mee bezig, de laatste. En die had zij voor mij gehad, maar die, toen zei ik nog, wat krijg je van me? Ach, zo dan is opzichter. Nou ja, oké, dan niet, wat jij wilt. Maar ach, nog wel, hè, zijn ze nu. Jeetje. Maar in ieder geval, ik heb hier een lieftallige hond naast me zitten. Hé, Elwing. En daar loopt Gandalf te zeuren. En Rijker ligt op de bank. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag verder. En doe het met een lach. Ik zit hier bij de eettafel nog in de troep, maar dat kan me niet schelen. Dat laten we voor vandaag zo. Hè? Ja. Ja. Vandaag genoeg gedaan. Ik vraag je het nou op heel veel pijn weer. En het liefst duik ze de bed in. Maar ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En het is hier koud. Doe de kachel weer aan. Ja. Hé? Ja. Zeg maar, dag Elwing. Nee, doen we dat niet? Nou, dan ga je weer even van schoot af. Dus ik zou zeggen, ja, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, en zo zijn we weer aan het einde van de dag gekomen. En dat wil zeggen dat wij naar ons bedje toe gaan. Elwing en Rijka die liggen op de bank nog. Elwing die heeft een beetje overgegeven. Ik hoop dat ze dat nou niet weer hoeft te doen. Want ja, dan kan ik mijn bed weer verschonen en weer verschonen en weer verschonen. Weet je wel. Want die heeft niet geleerd om
het buiten te doen. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar ja, hoe vaak moet een hond overgeven? Ja, dat is ook, ja, neem je zelf maar. Maar in ieder geval, ze heeft het nou buiten kunnen doen. Want ik hoorde er in de mand. Ik denk, hoe, dat gaat niet goed. Dus gelijk naar buiten. Maar ook dat komt wel weer goed. Ja hoor, ik hoop dat het erbij blijft. Wij gaan dus lekker een beetje toe. Dus wij wensen jullie allemaal een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard, uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En dat zal hopelijk iedereen wel lukken. Ja, het is nog maar altijd de vraag, hè? Je weet het nooit. Nee, binnen een uur kun je ziek zijn, dat weet je niet. Of weet ik veel wat. Ja, of binnen het uur kun je opgeroepen worden, want je moet je naar je werk onverwacht. Wat dan ook. Als je dus gekke diensten draait. Maar in ieder geval, ik zeg gewoon, tot aan de andere kant van de nacht.